Instructies voor het gebruik van de Crenzel 1152 TST. Controleer eerst of er voldoende watertoevoer is. Gebruik je een verlengsnoer, controleer of het 2,5 vierkante millimeter is en rol het altijd volledig af. De 1152 TST heeft een hoge drukslang van 15 meter op haspel. U kunt ook de variant zonder haspel nemen, dan heeft u een slang van 10 meter. U krijgt ook het pistool, vlakstraallans en vuilfrees. Het handvat van de haspel is apart meegeleverd en kunt u eenvoudig monteren met behulp van de meegeleverde vijs. Ook de houder om het snoer op te wikkelen kunt u op die manier monteren. Maak het velcrobandje los zodat de hoogdrukslang afgerold kan worden. Door middel van de draaikoppeling kan je deze aan het pistool bevestigen. Leg het toestel neer en zorg dat de knop op 0 staat. Steek dan pas de stekker in het stopcontact. Sluit de watertoevoer aan en draai de kraan open. Zorg steeds voor proper water, zonder zand of ijzer. Open eerst het pistool en wacht tot er water uitkomt. Leg dan pas het toestel aan. Geniet van de reinigende kracht van Crenzel. Hier zie je het effect van een vlakstraallans. Als je de kop naar rechts draait, krijg je een puntstraal. Hiermee kan je hardnekkig vuil aanpakken. Draai je de knop weer naar links, dan krijg je weer de vlakke straal. Op de manometer kun je de druk aflezen. Om deze aan te passen, draai naar voren om te verhogen en naar achteren om te verminderen. De 1152 TST kan ook zeep meezuigen. Duw de kop van de vlakstraalsproeier naar voren. Nu wordt onder lage druk zeep meegenomen. Trek de kop weer naar je toe om onder hoge druk zonder zeep te spuiten. Als je van lans wil veranderen, houd deze dan zo stabiel mogelijk tijdens het koppelen. Hier zie je de vuilfrees aan het werk. Deze is zeer goed voor het verwijderen van mos of ander hardnekkig vuil. Klaar? Leg het toestel af, haal de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Laat de druk af door het pistool te openen. Daarna kan je alle onderdelen weer ontkoppelen en opbergen. Prettige schoonmaak!